We hebben het programma benaderd om voor het tweede seizoen een jurkencollectie te ontwikkelen. Imagoverandering, naamsbekendheid was een hele belangrijke doelstelling, maar ook traffic naar de winkelvloer. Vanaf volgende week maandag terug op Net 5. Julia's Tango. Vier Nederlandse vriendinnen met een bed and breakfast in Buenos Aires. Een jaar geleden zaten we samen nog in Nederland, hoor. En nu... Goed geregeld, joh. Nieuw seizoen Julia's Tango start met een dubbele aflevering. Volgende week maandag om 9:30 na Grey's Anatomy op Net 5. Mijn naam is Petra van der Voren en ik ben verantwoordelijk voor de marketing en PR-activiteiten bij Coltex Rietengroep. En Steps is een van de divisies in die Rietengroep. De jurken uit de Julia's Tango Limited collectie zijn verkrijgbaar bij Steps. Gefeliciteerd, jullie hebben gewonnen. Ja, dankjewel. Ben je er blij mee? Ja, natuurlijk altijd. Nominatie was wel leuk, maar winnen is nog leuk. Ja. Terecht gewonnen? Onze case. Ik weet dat onze case goed is. Het heeft hele goede resultaten, maar ik vond de andere cases ook heel goed. En elke case heeft iets unieks op een ander gebied. En het is maar hoe je de case beoordeelt, denk ik, wat doorslaggevend de winnaar aangeeft. De case is, Steps wilde op het gebied van jurken een prominente claim bij een breder publiek. En herkende zichzelf en de stijl van de jurken in het programma Julia's Tango. En dat hebben we kunnen zien in het eerste seizoen van Julia's Tango. En we hebben het programma benaderd om voor het tweede seizoen een jurkencollectie te ontwikkelen. En op die manier hebben wij een breder publiek vrouwen, voornamelijk 20-34, kunnen bereiken. En overtuigen om bij ons in de winkel te komen. Hoi, dit is Guusje voor Ik op TV en ik ben vandaag in Utrecht bij de Steps vanwege de lancering van de Julia's Tango kledinglijn. Want vanaf vandaag zijn die geweldige zomerse jurken uit de serie dus ook te koop bij Steps. 3, 2, 1. Heb je hier gevonden? Nee, hij is er niet. Is hij er niet? Nee, en ik heb er wel eentje. Ik ga hem even passen en anders dan vind ik het wel een mooi feest. Steps staat eigenlijk voor mediterrane vrouwelijkheid in combinatie met Noord-Europese zakelijkheid. In het kort is dat beauty and confidence. Maar het lettergevoel dat zit in die mediterrane vrouwelijkheid is heel belangrijk. En dat zie je één op één of eigenlijk nog in een andere verhouding nog beter terug in Julia's Tango. Dus de match op merkwaarde was heel groot en ook heel belangrijk. Dat was de aanleiding voor de samenwerking. Ja, en het initiatief om voor die samenwerking lag bij jullie, niet bij het reclamebureau. Van jullie of... Nee, wij hebben onszelf herkend en onze jurken herkend, of de stijl van de jurken. En hebben toen producent en zender benaderd. En de Coltex Rietengroep werkt niet met een reclamebureau, dus we doen het allemaal zelf. We hebben een 25% top of mind bekendheid kunnen creëren en die onder de kijkers. En die ligt heel dicht bij het cijfer wat Hennis en Maurits scoorde onder datzelfde onderzoeksdoelgroep. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat was imagoverandering, naamsbekendheid was een hele belangrijke doelstelling. Maar ook traffic naar de winkelvloer. Nou, een doorverkoop van 90% van de collectie. En diverse jurken totaal uitverkocht. Dus ook op dat gebied hebben we onze doelstelling gehaald. En nodigt dit een vervolg uit? Dat is zeker zo. Alleen Julia's Tango ging niet door voor een derde seizoen. Maar wij hebben daar een alternatief traject voor ontwikkeld. Onder de naam TV Apothee Collection by Steps. Ja, het is gebaseerd op prêt-à-porter, hè, direct te dragen. Dus tv-à-porter is gedragen op tv en te koop bij Steps. Over de Julia's Tango periode en case heel tevreden. En het vervolg tv-à-porter collection bij Steps heeft nu een eerste tv-programma onder de paraplu gehangen. Dat is het tv-programma Verborgen Breken, wederom Net 5. En dat is net afgelopen, dus daar heb ik nog niet de cijfers van. Maar dat het werkt voor ons. Opvallende jurken
gedragen door sympathieke personages. Dat maakt dat wij op dit gebied door hebben willen gaan.